Goed dat je kijkt naar deze GPFans nieuws. Het is vrijdag, het is lekker weer, de zon schijnt. We gaan het hebben over Mick Schumacher en over Honda. Nou, laten we daar eigenlijk gelijk op doorpakken. Motorleverancier Honda gaat aankomend seizoen met een heel goed gevoel, denk ik wel, het seizoen in. Want volgens Tanabe is namelijk ontzettend veel veranderd aan de krachtbron, wat AlphaTauri en Red Bull alleen maar ten goede zal komen. Dit wordt ons laatste jaar in de koningsklasse en we willen de Formule 1 met een grote klapper verlaten. Vertelt Tanabe tegenover het Italiaanse Autosprint. De Honda-topman benadrukt dat er, ondanks het aanstaande vertrek uit de Formule 1, achter de schermen heel hard gewerkt is. Alle technici in de fabrieken van Sakura en Milton Keynes werken er hard aan om dit voor elkaar te krijgen. We denken dat we optimaal voorbereid zijn op 2021, zowel met Red Bull als met AlphaTauri. Dit heeft de motorleverancier gedaan door flinke veranderingen door te voeren aan de nieuwe krachtbron voor 2021. Om de prestaties en de stabiliteit te verhogen, hebben we aan de warmtemotor, de turbo en het energieterugwinningssysteem gewerkt. Ook hebben we getracht om de krachtbron beter in de auto te installeren. Tanabe zei zelf dat toen niemand het zelfs had over het coronavirus, het de bedoeling was om deze motor in 2021 te gebruiken. Maar goed, toen kwam de lockdown en toen hadden ze besloten om het uit te stellen naar 2022. Maar goed, je voelt hem al. Toen besloot het management van de groep dat ze ineens eind 2021 de Formule 1 zouden gaan verlaten. Waardoor ze toch maar alle plannen opnieuw weer hebben gewijzigd en de ontwikkelingen versneld hebben. Het was niet makkelijk met al deze veranderingen, maar we hebben het gedaan. We willen namelijk ons best doen voor we afscheid nemen. Volgend weekend mag Mick zijn officiële racedebuut maken tijdens de Grand Prix van Bahrein. Het zal voor veel motorsportfans over de hele wereld ongetwijfeld een bijzonder moment worden om de naam Schumacher weer in het klassement te zien staan. Het zorgt echter ook natuurlijk voor de nodige druk. Ja, als zoon van de wereldkampioen is het namelijk onvermijdelijk dat je met je vader wordt vergeleken. Nico Rosberg die weet daar alles van, want hij zegt het is niet makkelijk om de zoon van te zijn, vertelt hij in gesprek met F1 Insider. De Duitse spreekt uit ervaring aangezien zijn vader Kiki Rosberg ook een Formule 1 wereldkampioen is. Nou, toch verwacht hij dat het voor Schumacher anders zal zijn. Voor Mick zal het nog 10 keer moeilijker worden. De periode van Michael is nog niet al te lang geleden. Hij was ook een stuk succesvoller. De media-aandacht zal echt heel erg groot zijn. Ik denk dat dit in eerste instantie zelfs nog groter zal zijn dan bij Lewis Hamilton. Ik hoop dat Mick dat opzij kan schuiven en dat hij zich goed op zijn werk kan concentreren. Anders neemt het veel plezier weg. Nico zegt ook dat de media hem geen tijd zal geven, maar dat Mick dat wel voor zichzelf moet gaan nemen. Hij vergelijkt het dan ook met zijn eigen carrière. Ik moest tenslotte 7 jaar wachten om mijn eerste race te winnen en zelfs 11 jaar om de titel te pakken. Dat moet je in gedachten houden als je Mick dit jaar beoordeelt. En dat was hem dan, het nieuws van vrijdag 19 maart. Vandaag staat ook Drive to Survive op Netflix. Ga jij hem kijken of ziet je het even uit of weet je überhaupt niet wat Drive to Survive is? Laat het weten in onze poll op onze community wall. De link daarvan staat in de beschrijving hieronder. En ja, dan wens ik je nog een heel erg fijn weekend. Tot de volgende video. Hoi.